Hallo internetvrienden, daar was ik weer. Super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ben hier vandaag met Cash! Hallo! Ik keek altijd naar Cash op Voice. Ik vond Cash heel leuk. En Cash is nu sinds kort een YouTube kanaal gestart. En toen dachten we, misschien is het leuk om samen een filmpje te maken. Ja, super leuk. We zitten een beetje ver van elkaar af. Ja. Maar dat is natuurlijk vanwege corona. Hoe is het om nu ook YouTuber te zijn? Ja, ik noem mezelf nog niet echt een YouTuber. Ik vind het wel moeilijk om interessant een beetje leuke video's te blijven maken, maar ik vind het wel heel erg leuk. Ik struggle daar ook echt al, denk ik, 10 jaar mee. Goed, we gaan ook een video opnemen voor Kester kanaal, dus kijk daar ook eventjes. Maar pas als je deze video hebt gekeken natuurlijk. Wat wij vandaag gaan doen is confessions voorlezen. Ik heb op mijn Instagram gevraagd of er dingen waren die jullie wilden opbiechten. En ik dacht, nou ja, misschien is het wel gewoon leuk om er even over te lullen. Gezellig. Wil jij beginnen? Ja, is goed. Oké, ik heb echt een hele lijst. Oké, ik heb gezoend met een jongen die een vriendin had. Guilty. Oh my god. Heb je dat wel eens gedaan? Nee, nog nooit. Ik vind dat echt een no-go. Ja? Ja. En want je hoort heel vaak mensen zeggen van, oké, het interesseert mij niet als, zeg maar, het is niet mijn probleem. Ja, ja, true, maar ik heb toch een beetje zoiets van... Komt altijd wel weer een keer bij je terug. Ja, en je zal maar de verkeerde hebben die gewoon gigantisch boos op je wordt of zo. Of heel verdrietig wordt. Het kan gebeuren, er zijn er ook zat die het doen, ja. En gezoend is dan ook weer minder erg dan andere dingen, maar ja. Ik zou het niet nog een keer doen. Ik vind dit altijd zoiets van, ik zou het zelf niet doen, maar als iemand die keuze maakt, dan denk ik, oké, it's all yours. Ik heb een vriendschap verpest, omdat ik tegen haar zei dat ik van haar hield. Heb je dat wel eens gehad? Ben je wel eens verliefd geweest op... Nee. Lijkt me echt het meest enge ever. Ja. Als dat iets is waar je zeg maar vooruit moet komen. Nou, al was mijn vriend die ik nu heb, dat was wel eerst een hele goede vriend van me. Maar we merkten het wel van beide kanten. Mm-hmm. Maar ik zou het wel, ik weet niet als ik nu een vriend zou hebben die zou zeggen van goh, Kes, ik vind je mega leuk. Of ik dan de vriendschap zou beëindigen. Ik zou het wel gek en lastig vinden, maar ik zou niet daar dan... Ja, want je zou inderdaad denken in zo'n geval als het echt een goede vriend was, dat het wel weer goed komt. Dat je er wel weer overheen zou kunnen zetten als vriendin zijnde. Ja, dit is wel vervelend. Maar wel goed dat je het hebt gezegd. Ja, inderdaad. Ik zit zo veel dingen maken. Kijk, dus even mijn WhatsApp aan het linken. Ik zit deze tijd veel op Tinder en flirt met 20 mannen tegelijk en negeer hun uiterlijk. Ik heb... Eén keer op Tinder gezeten en echt na een uur heb ik het weer verwijderd omdat ik gewoon helemaal niet goed werd van het idee dat mensen jou kunnen swipen. Dat vond ik zo naar. Ja, dat ik denk, ik hoef jullie allemaal niet eens. Waarom kunnen jullie dan wel kiezen of jullie mij willen? Ja, nee, ik heb ook nooit Tinder gehad. Lijkt me ook helemaal niks. Maar wel leuk, wel gezellig. Ja. In je inbox. Wel lekker wat te doen in deze tijd. Je hoeft ook niet met ze af te spreken, dus het is niet. Hey, en hoe is dat voor jou dan? Want je hebt een vriend. Ja. Maar... omdat je natuurlijk ook op tv komt, kan ik me wel voorstellen dat het ook... Ken je hem al voordat je aan de Voice bent? Ja, ja, ik heb bijna 2,5 jaar nu een relatie met hem, dus hij is echt een beetje meegegaan in het proces. Ja, super leuk vond hij het en hij weet al dat ik zingen altijd heel erg leuk vind en altijd op overwegen om mee te doen. Dus hij is super trots en wel wennen vond hij het dat ik dan in één keer heel veel DM's krijg van jongens of allemaal jongens. Vind je dat vervelend? Nou, ik heb het er veel met hem over gehad. Ik heb ook wel van tevoren gezegd dat ik wel begreep van anderen en zo dat dat gewoon wel gaat gebeuren. Dat social media, dat jongens elkaar ook taggen onder hun foto's van oh kijk haar. En dan deed hij ook, in het begin vond hij dat wel vervelend. Ja, ik denk ook wel dat hij ook zoiets heeft van wat gebeurt me nou, weet je wel. Dat is mijn vriendin. Ja. En natuurlijk ook een beetje beschermend misschien, maar... Ja, hij vindt het een beetje raar dat ik niet meer alleen zijn Kes ben of zo. En dat ik nu... Dat hij me een soort van beetje moet delen met de wereld of zo. Maar goed, waarschijnlijk is hij wel gewoon dronken. Ja, ik vind het allemaal super leuk. Ik had ooit een relatie met een tweeling. Toen was ik dronken en heb ik de ander gezoend. Van een jongen. Volgens mij is dat toch de droom van iedere jongen om het met een tweeling te zoenen. Ja. Oh, maar ook wel vreemd van die tweeling dan. Dat ja, inderdaad. Want er is er sowieso eentje die op dat moment weet dat het niet... De goeie, dat het niet haar vriend is. Oh my god. Het lijkt mij wel, ik denk als ik tweeling was geweest, zou ik alleen maar dit soort grapjes uithalen. Maar ik zou dan ook echt online of op school of zoiets, dat je dan wisselt van klas. Lijkt me hilarisch. Ja, als de ene uit wil slapen, dat je het gewoon een beetje afwisselt. Oh my god. Ja, dat lijkt me nou echt heel leuk. Ik trek graag vrouwenkleding aan als man zijn. Ja, is leuk. Dat moet je doen. Ja, ja, toch? Ik vind het alleen maar goed dat tegenwoordig, zeg maar, alles gewoon mogelijk is. En dat mensen voor mijn gevoel minder judgen dan eerst. Ja, ik denk ook dat het goed is dat, je stuurt het nu op als confession, maar ik hoop echt dat we naar een wereld kunnen gaan waarbij dat niet een confession hoeft te zijn. Nee, ja, waarbij je gewoon comfortabel voelt om
ja. dat te doen. Mijn ex gaat vreemd met mij terwijl hij een nieuwe vriendin heeft. Ik ben blij dat ik van hem af ben, though. Er is een meid, die heeft een ex. Ja. Die gaan met elkaar nu, maar hij heeft al een nieuwe vriendin. Dus hij gaat vreemd met haar. Oh jee. Oh, dat is echt denk ik wel de angst van iedereen dat, dat je ex terugbij ze, of dat je vriend terugbij ze, bij zijn ex gaat. Oh, dat is inderdaad echt denk ik wel de grootste angst in de hart van als je een nieuwe relatie hebt van zit daar nog wat? Ja, ik zou ook blij zijn dat je erbij vandaan bent. Ik denk niet dat dat... Nee. Ik zou er ook niks mee willen nemen. Oh, ik ben ook blij dat ik überhaupt niks met deze situatie te maken heb. Oh ja, deze is wel leuk. Ik check echt te vaak de volgers van mijn vriend en wie hij volgt. Oeh. Ben jij jaloers? Nou... Ik ben gewoon wel gezond jaloers. Ik denk dat het wel gezond is om een beetje jaloers te zijn. Ja, yeah, een beetje geprikkeld toch? Dat je wel een beetje weet van, oh, als zij naar mijn vriend kijkt... Mm. Ja, precies. Ja, ik heb, kijk nu, bijvoorbeeld, ik krijg mijn vriend privé gegaan op Instagram. Toen ik een beetje in de voice gebeuren kwam. Wat hij niet echt behoefte had aan allemaal volgers die hij niet kende, zeg maar. Mm-hmm. En ja, ik merk wel, hij krijgt echt... Nou ja, meer dan 1000 volgverzoeken, met name dan meiden die mij dan niet volgen. Dus gewoon hun even willen volgen. Oh, ze kennen dan je vriend via jou, maar ze volgen jou niet. Ja, ik heb dat wel eens gezien. Dat ik denk, ja, maar je hebt gewoon sommige meiden die dat juist interessant vinden. En een jongen met een vriendin. Ja, ik probeer me daar niet te druk mee bezig te zijn. En ik weet dat hij heel erg van mij houdt en gelukkig met mij is. Ja. Dus ja, zolang dat zo is, dan hoef ik me daar geen zorgen over te maken, denk ik. Nee, en ik denk inderdaad ook voor degene die deze confession heeft ingestuurd, probeer het een beetje los te laten. Als iemand laat zien dat hij niet trouw is, dan merk je het vanzelf wel. Ja, niet door volgers op Instagram. Ik denk ook dat je door daar heel veel naar te kijken een beetje jezelf een beetje gek maakt. Dat je denkt van, oh, maar zij is mooi, een volger is ook maar een volger. Het zegt 9 van de 10 keer helemaal niks. Nee. En als het wel wat zegt, dan merk je het vanzelf. Ja. Ik ben 20 en ik heb nog nooit gezoend. Is dat niet raar? Ik schaam me wel een beetje. Nou ja, ik vind het niet raar. Je moet niet, vind ik, maar zoenen om het gedaan te hebben. Ik was volgens mij 15 of 16 toen ik voor het eerst ging zoenen. En dat was bij mij toen ook al best wel zo van laat. Hm. En dat was ik me ook heel bewust van. Ja. Maar ik durfde gewoon echt niet te zoenen, omdat ik echt dacht... Wat als ik het niet kan? Dan gaat iedereen dat zeggen op school. Ah. Ik niemand zoenen. Dus ik heb echt in Frankrijk op vakantie ik ontgroend door een Fransman in de zee. Ik was super... Wat dramatisch. Nee, ik was super dronken. Ik moest daarna ook over. Jammer wel. Anyhow, het was gewoon niet echt memorabel. Maar ja, ik zou je er niet druk om maken. Het is gewoon echt even een drempeltje waar je overheen moet. Ja, precies. Wanneer had jij voor het eerst gezoend? Ik was 12. Niet waar! Ja. Echt? Ja, ik was 12. Ik wilde zeggen op een frisfeestje. Nee, dat was niet de eerste keer op een frisfeestje, maar het was mijn toenmalige vriendje. Ach, wat leuk. Het grappige is, we zijn nu nog steeds bevriend. Tong je ook nog wel? Nee, dat niet. Hier komt ie. Ik ben ooit 5 keer vreemd gegaan op mijn ex, omdat mijn ex te slecht was in bed. Oh. En mij ook niet wilde. Doe even. Bloem, bloem, bloem. Bloem, bloem, bloem. Ja, ik had het uitgemaakt als ik jou was eerst. Maar is het een dealbreaker voor jou als de seks niet goed is? Ja, ik heb mijn vriend was mijn eerste, dus ik kan het niet echt vergelijken. Ja. Maar ik vind het hartstikke goed nu. Dus ja, maar ik kan me ook niet voorstellen als ik het niet goed zou vinden. Als dat dus zo'n ding is in je relatie, dan... Ik kan me wel voorstellen als de seks niet goed is in een relatie, dat is gewoon wel... Ik vind dat wel belangrijk. Dus dat je het dan... Dat de relatie misschien niet helemaal werkt. Maar om dan 5 keer vreemd te gaan, ik denk, had het dan maar gewoon uitgemaakt. Zielig. Ja. En zielig dat hij zo slecht in bed is en zielig dat hij wordt beladerd. Ja. Afgelost. But we don't judge. Nee, maar volgende keer gewoon uitmaken. Ik had het ervoor, als het ooit nog een keer gebeurt, zou ik het eerst uitmaken en dan gewoon lekker op zoek naar een ander. Ik ben ontmaagd, maar ik durf het niet tegen mijn beste vriendin te zeggen, want ik weet niet wat ze ervan vindt. Het maakt niet uit wat zij ervan vindt. Nee. Want het is jouw leven. Jouw leven. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik vind goede vriendinnen, die moeten er lekker achter elkaars keuze staan, vind ik toch? Ja, ben ik het helemaal met je eens. En ik denk dat ze misschien wel zelfs blij is voor je. Dat ze het leuk vindt, toch? Ja. Als je zelf achter je keuze stond, dan moet je het gewoon kunnen vertellen. Ja, eens. Oké, ik had mijn achterneef nog nooit ontmoet, tot op een feestje. Ik had het met hem gedaan en kwam daarna erachter dat we familie waren. Gelukkig wel achterfamilie. Oh my. Oh, dan baal je ook zo erg van jezelf. Ik zie gelijk neven voor me. Nee, nee, nee. Oh. Ja, achterfamilie, ja. Het is niet echt, dat is vaak, er zitten wel
Wat gek. Ja. Dit is achterfamilie, dat vind ik dan alweer wat anders. Ja, en als je het niet wist, kijk, het gaat erom, wist je het of niet? Want ik weet zeker als zij het had geweten, dat ze het niet had gedaan. Maar je zou er op een familiefeestje dan komen. En dan elkaar weer zien. Ja, dat is wel heftig hoor. Maar achterfamilie, dan zullen jullie elkaar dus ook niet echt heel veel daarvoor hebben gesproken. Nee, anders had ze wel geweten dat er achterin. Precies, oké. Okay. Hopelijk kom je hem nooit meer tegen. Kan gebeuren, ik had was ook wel geschrokken. Heftig! Ik poets mijn tanden nog met kindertandpasta omdat ik de normale te mintig vind. Ik ben 20. Is dat, kan dat? Is dat slecht voor je tanden? Nee. Nee, is het gewoon niet zo sterk ofzo? Nee, ja, en die smaak is ook, ik denk dat het gewoon iets milder is. En kinderen mogen dat ook doorslikken volgens mij. Ja, daar is het ook zo lekker. Ja. Ja, ik vind het ook wel lekker. Maar het is al wel weer een tijdje geleden voor mij. Ja. Iemand doet een confession. Mijn coming out heeft me een fucking amazing gevoel gegeven. Goed zo. Oh, good for you. Echt. Goed zo. Top. Dat mag ook vaker, moet ook vaker genoemd worden. Ja, toch? Ja. Vind ik echt. Schreeuwend van de daken. Ja, maar echt. Ik was op een soort schuurfeest en ik voelde me niet zo lekker. Vervolgens heb ik overgegeven en een uur later met iemand gezoend. Oh, gaf. Volgens mij heb ik ook wel eens gedaan. Ja? Nee, maar wel gewoon nog een pepermuntje genomen. Ik kan me niet herinneren. Oh, gadverdamme. En dat meisje zal het waarschijnlijk ook niet hebben geweten. Of jongen. Nee. Ja, dat kan gebeuren. Soms zou ik wel eens even in het ziekenhuis willen belanden om te zien wie er komen en wie me aandacht gaan geven. Heb je dat niet ooit wel eens gedacht van, wie zou er huilen als ik dood ga? Ja. Het is een heftige gedachte, maar ik begrijp wel waar het vandaan komt. Gewoon het gevoel van, ja. Ik ben wel benieuwd. Wie zou er echt nog erom geven, inderdaad. Het is wel een heftige gedachte, maar ja, ik snap het wel. Ja, het wordt je vergeven. Tijdens de quarantaine heb ik mijn ex weer opgezocht en nu voelt hij weer wat voor me. Oh, when boredom strikes. Ja. Heb jij dingen gedaan tijdens quarantaine die je echt nooit zou doen? Ik heb een puzzel gemaakt van 1000 stukjes. Ik denk dat heel veel mensen zich daarin kunnen herkennen. Dat het echt iets is wat je anders nooit zou doen. Ja, maar dit is ook iets wat niemand heeft zoiets meegemaakt. Het is echt bizar waar we nu natuurlijk in leven. Ja. Je kan ook niet meer uit, je kan niet meer uit eten zomaar. Ik begrijp dat je dan teruggrijpt op misschien een ex. Ja, ik ook eigenlijk wel. Ik heb het gedaan met 2 van mijn beste vrienden en ze weten het niet van elkaar. Dat zou ik dezelfde vriendengroep waarschijnlijk wel doen. Ja, ik vind het altijd van die heerlijke verhalen. Dan denk ik, kom maar door. Maar er gebeurt er nog wel iets in de vriendengroep. Ga ik nog vertellen? Wordt het een driehoeksverhouding? Ja. Misschien kunnen jullie met z'n drieën. Ja. Ik heb de vlag uitgehangen toen nogal vervelende buren hun huis hadden verkocht. Ja, nou, dat is klaar hier zo. Oh, okay. Grappig. Die mensen zullen ook wel denken, huh? Ja, is volgende dag halen ze weg. Goed, ik heb er helemaal warm van. Ja. Jongens, ontzettend bedankt voor het insturen van jullie confessions. Ja, zoals ik al zei, we don't judge. Kes, wil jij nog een woordje doen voor je kanaal? Ik zie Mandy al lachen. Oké. Okay. Oh. Want je gaat nog een single uitbrengen binnenkort. Ja. Ja. Cool. De 29e, ik kom mijn eerste eigen single uit. En al veel verder daarvoor komt er een video van ons tweeën op haar kanaal. Dus zorg dat je dat ook even checkt. En dan voor nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Adieu!